Het Agrarisch Praktijkcentrum in Saramaca zal een belangrijke rol spelen bij de verdere ontwikkeling van de landbouwsector. Hierbij zullen praktisch onderwijs, onderzoek, voorlichting en trainingen erg belangrijk zijn. Het startsein voor de bouw van dit centrum is gisteren gegeven. Het instituut moet zorgen voor bewustwording van goede landbouwpraktijken en capaciteitsontwikkeling, zegt DNA-voorzitter Marinus B. Suriname heeft een goed klimaat. De bodemgesteldheid is gunstig en er is ervaring in de teelt van veel gewassen. Echter is er een slecht fysiek infrastructuur en is er een kennisachterstand in de teelmethode. Ik heb een minister gekend, elke week wanneer hij naar het parlement kwam, zou hij een andere tak van die agrarische ontwikkeling gaan ontwikkelen. Ik heb een keertje gezegd, minister, wat we hebben, moeten we goed doen. Ik heb toen een voorbeeld gegeven van Costa Rica. Ze hebben met z'n allen besloten, we gaan ananas planten. En iedereen doet mee. Want we hebben een kleinzalig economie, maar ook qua bevolkingsaantal, we moeten aan massaproductie kunnen doen. Anders gaan we niet kunnen concurreren op die internationale markt. Volksvertegenwoordiger Mahinder Jogi heeft het verzoek gedaan om de scholen in Saramaca mee te nemen in het pilotproject Schooltuinen. Zodat de mensen misschien één keer in een maand, één keer in de drie maanden, al is het een dagtrip kunnen maken hier en kunnen zien wat er gebeurt. Kunnen zien dat dit uiteindelijk de toekomst zal zijn. En technologie is te koop. Ik ben blij dus dat ook dat hier wordt gevraagd. Kennis en kunde. Zodat niet alleen, want dit heeft een oogmerk, het heeft een doel. We willen betere landbouwers hebben. We willen betere productie hebben. We willen uniformiteit hebben in onze productie. We willen kwaliteit hebben. We willen massaproductie hebben dat we kunnen gaan exporteren naar het buitenland. President, uw gedachten van Nikeri, de vliegveld, de cargo vliegtuigen. Dit is een integraal plan, zo zie ik dat, welke de regering bezig is uit te voeren. Parlementariër Mahinder Jogi. Hij vindt dat andere landbouwbedrijven die niet in productie zijn, nieuw leven ingeblazen moeten worden.